Zo, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Vissen met Fijke. Het is prachtig snoekweer vandaag. Het is een beetje bewolkt, het is windstil. Heerlijk om buiten te zijn, maar dat gaan we vandaag niet doen, want we gaan vandaag naar de Vissema. Nou mensen, daar zijn we met de enige echte, Marco Kraal en Ed Stoop. We kennen ze allemaal van Vis TV, de bekende vis vrienden van ons eigenlijk, hè, okay, op tv. Ik heb een vraag voor jullie. Kijk op. En dat is, wat zouden jullie de jeugd mee willen geven qua vissen? Ja, gewoon zoals we het nu doen, hartstikke goed. Ja? Er hoeft niks mee te gaan, want ze vissen gewoon beter dan wij inmiddels. En ze gaan massaal naar de waterkant, dus ja. Ja, ik heb nog wel wat, ja. Gewoon eenvoudig beginnen, jongens. Ga lekker met een vast hengeltje langs de waterkant. Je eerste vorentjes vangen of een baardje. Eenvoudig beginnen en probeer niet eerst die karper van 30 ton of die snoek van een meter te vangen, want dat lukt bijna toch niet. Eenvoudig beginnen, plezier krijgen in het vissen en dan komt de rest vanzelf. Dat is inderdaad, heb je wel gelijk, hè, want er wordt heel veel gefocust op karpen, terecht mooie vissen. Tuurlijk. Maar er zijn nog zoveel andere leuke visserijen. Tuurlijk. Vlak bij huis, streamvissen. Ja. En dan dacht je gewoon lekker vliegvissen. Dat doet die ook bijna ook niet. We gaan doen, snoeken, baasjes vangen. Of met een pennetje in de sloot, dan vang je vaak nog eerder je karper. Zeevissen. Dat je met een hok komt. Zeevissen. Dan brazenvissen. Begin eenvoudig en ga gewoon de goed feeden. Nou, jullie horen het. Jullie hebben genoeg keuze. Ik wil jullie graag bedanken hiervoor. Graag gedaan, man. En jullie nog een fijne beursdag. Top. En bedankt. Bedankt.
dat was hem voor vandaag. We hebben heerlijk een paar uurtjes op de Visma rondgelopen. We hebben nieuwe dingen gezien, inspiratie opgedaan, mooi kunstaas gezien, mooie hengels gezien, mooie vliegvishengels gezien. Want ik ben toch van plan om daar in de toekomst wat meer mee te gaan doen, want het is super mooi om te doen. Dat heb ik vroeger veel gedaan, maar de laatste tijd heb ik me toch wat meer op het spinvissen en met de baitcaster heb ik me daarop gericht. Dus in de toekomst wil ik me zeker meer gaan richten, ook op het vliegvissen. We hebben ons in kunnen houden. Ja, ik heb geen geld uitgegeven, dus ben ik toch wel een beetje trots op mezelf dat dat gelukt is. Want ze hebben echt mooie spullen daar op de Visma. Zoals ik al zei, veel inspiratie opgedaan. Mensen ontmoet, mensen leren kennen. Super leuk om met mensen op de foto te gaan die mij herkennen van mijn YouTube kanaal en met mij op de foto wilden. Dus dat vind ik super tof dat dat gebeurde. En ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als dat zo is, geef hem dan even een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn YouTube kanaal voor meer visvideo's. Like mijn Facebook pagina. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.